Hey mensen, Mark hier van Dynasty met vandaag weer een nieuwe video waarin ik eigenlijk best wel wat dingen heb. De reden dat ik deze video nu maak, ondanks dat de belichting niet ideaal is, ik weet het is daar nogal licht. Het is mooi weer vandaag, ik wil niet de hele dag hier zitten, maar ik wil wel een video maken en dat is dus wel wat we gaan doen. Dank jullie wel, een duimpje omhoog zou ik enorm waarderen. Sowieso in het algemeen, als je een duimpje omhoog zou doen, zou het heel tof zijn. Als deze video de 1000 likes haalt, dan zal ik beloven dat ik die Daily Knockout Tournament live doe. Zeg maar, ik moet die party nog unlocken, we hebben 28 wins gehaald. Het ging veel beter dan vorige week. Het ging echt veel beter dan vorige week. Maar het ging net niet goed genoeg. We gingen eerst... Ik begon 7 om 3. Toen won ik er 10 op rij. Toen won ik er nog 2 op rij. En toen ging het fout. Je mag het omrekenen in de zin dat in mijn laatste 18 games ging ik dus 9 om 9. Je kan zeggen dat matchmaking me tegen zit. De reden dat ik het zo probeer te zeggen is, ik wil het niet alleen de schuld geven. Ik weet dat ik de voornaamste schuldige ben in deze situatie. Ik deed veel dingen veel beter dan vorige keer. Nanne, een kijker van me, die stuurde me via Instagram DM een post van een Reddit pagina. Waarop een beetje aangegeven stond welke formaties tegen bepaalde formaties werken. En dat was dus bijvoorbeeld dat je dat de 4-4-2 heel goed kan werken tegen 4-2-3-1. 4-2-3-1 werkt vrij goed tegen 4-2-2 enzovoort. Ik zal hem linken in de beschrijving. Ik denk dat jullie er wat aan kunnen. Het hielp mij heel erg op bepaalde momenten. Gameplay was niet ideaal dit weekend. Ik bedoel, er zijn heel veel pro's, sub-pro's, YouTubers op Twitter die je dat duidelijk kunnen maken. Maar dat is niet de schuld, weet je. Uiteindelijk is het gewoon mijn schuld als je 19-3 gaat. Ja, dan zal matchmaking je tegenzitten en gameplay misschien ook van tijd tot tijd. Maar uiteindelijk is het dan mijn schuld. Ik zou ook de clip voorbij laten komen van het team dat ik heb ingeleverd voor de eerste La Liga Team of the Season. Die ik heb gedaan, wat je kan zeggen dat ik wederom iets wat te hoog rated spelers gebruikte. Maar ik dumpte Caligon omdat ik het wilde, weet je, dat was zijn nut. En daarna pakten we dus die Team of the Season. Zien we nu hem krijgen en dan denk je 93 plus, Uruguay, Diego Godin. Niet ondankbaar, zeker niet, maar weet je toch net niet wat je wilt. Ik zal ook even dat voicebericht wat ik nog had opgenomen, zoals beloofd, dat zal ik nu even in beeld laten komen. Honestly, do you want to get any more luck here? I think you're the worst I've played on this weekend league so far. You are so jammy and I hope you get beat now every game now because you're turd, tramp. Nou, nu je dat gehoord hebt, want ik vond het zelf toch wel behoorlijk lachen. Als ik niet duidelijk kon horen wat hij zei, laat me dat dan wel weten in de comments. Dan vertaal ik het voor je of maak het duidelijker. We hebben 3 spelers verkocht. Dat laat ik jullie eerst zien. Het zijn De Gea, Matic en Vertonghen. Ik weet dat losses me niks kunnen schelen. Ik zei het notabene in de video. Ik weet dat ik een los ga maken op De Gea, maar ik had hem gewoon nodig. Hij was fantastisch. Hij was echt ongelooflijk goed. Waarom verkoop je hem dan? Het is Team of the Season, een beetje nieuwe shit proberen. Er zijn nieuwe kaarten en dat is gewoon een tijd van je zegt, oké, nu is er een keer wat anders. Vertonghen was heel goed, zeg maar goed genoeg dat ik corners met hem kon scoren. En dat is best wel uniek voor mij met centerbacks, in de zin dat is gewoon lastig lijkt het. In één keer scoren met een corner. Matic, heel goed. Hij is echt heel goed, echt heel erg goed verdedigend. Maar dan moet je aanvallen met hem. En mee naar voren is hij gewoon onhandig. Dat is zonde. Maar niet zonde, gewoon onhandig. Dus dat is wat we onder andere gaan doen. Ik heb wat dingen getest dus dit weekend. Naar aanleiding van die post waar ik het net over had, heb ik dus af en toe in-game een andere formatie gespeeld om aan te passen aan mijn tegenstander. En, wat je nu ook gaat zien, de 4-4-2 was voor mij echt heel erg chill van tijd tot tijd. De pentest zag ik toevallig in zijn video speelt de 4-4-2 tweede variant. Ik weet niet of dat ook wat voor mij is. Maar wat ik in-game wil gaan testen is Son linkerspits. Bill wil ik dan kopen en linksmid zetten. En Zaha rechtsmid. Zaha overall. Hij kakte heel erg in na 20 wedstrijden. En hij kakte heel erg in. Ik weet niet waardoor het kwam. Het kan zijn de reactions. Ik weet dat dat geboost wordt met Marksman. Maar dan nog. Er was iets waardoor de kaart niet werkte. Misschien was de matige longpassing en curve. Misschien iets anders. I don't know. Maar het was niet zoals ik hoopte. Ter Stegen is een kaart die ik heel graag wil proberen. Ik vond zijn 87 rated kaart destijds fantastisch. Hij heeft Saves with Feet Trade, geloof ik. En Sergio Roberto is de enige echt goede rechtsback in de league. Is eigenlijk wel gewoon zo, toch? Ik bedoel, als we heel kritisch zijn. Ja, je kunt Versaico nemen, maar als je de twee vergelijkt, is Versaico alleen sneller. En het nadeel met Sergio Roberto, zijn jumping en zijn aggression. Ik weet niet wat ik hem ga geven, moet geven, zou geven.
Ik ga twee dingen doen in deze video, onder andere. Allereerst Squad Battle Rewards. Ik heb 4 ports gespeeld natuurlijk om vorige week de Team Season speler te unlocken. Ik krijg 12.000 en 2 Jumbo Premium Gold Packs, dus dat is best wel heel erg nice. DJ Mario's team, boeit maar geen ster. Het is een Spaanse YouTuber en ik volg geen Spaanse YouTubers natuurlijk. Dus 2 15.000 packs. En we gaan zo meteen nog een pack hebben, op een manier wat je misschien niet had verwacht. En dan denk je, oh, wat is dit mysterieus? Het is iets wat mensen zullen het niet begrijpen, wil ik zeggen. Maar het is voor mij iets waarvan ik het ook zo zal uitleggen, waarom het een logische keuze zal zijn. De meeste zooi hiervan bewaar je natuurlijk gewoon, behalve die fitnessdingen. Architect, niet de chemistry style die ik ooit gebruik en iemand ooit gebruikt volgens mij. Maar we zitten nu weer boven de 600.000, dus Squad Battles heeft toch nog een nut. Ik moet Valerie nog unlocken als je niet weet... Nee, mag ik 2 dunne packs? Oh man. Als je niet weet hoe je Valerie unlockt... speelt jemig, hij... Oh, dit is... Ik vind het gewoon sneu voor Boyan. Maar goed, hoe je Valerie unlockt, het is heel simpel. Je moet verdeeld over... Nee, niet verdeeld over. Je moet in 10 seasons potjes... moet je 2 keer scoren met een MLS-speler. Dat is het. Dat duurt wat langer dan de 4 squad battles potjes natuurlijk. Ik kan het je ook laten zien dat het is. Ik ga het wel doen. Ik vind het niet leuk, maar ik ga het wel doen. Hier, score 2 goals met MLS players in 10 separate matches. Ik heb Alessandrini, dus weet je, dat kunnen we wel regelen, maar... Ben niet fan. Ben niet fan van deze. Nou, er is iets wat ik dus ga doen, wat ik zei, wat sommige mensen zal het irriteren. Nee, ik ga niet een volledig Icon SBC doen, dat kan ik niet betalen. Ik ga wel een Icon inleveren. En dan vraag je af, Mark, waarom in godsnaam? Voor mij is het een heel logische... Ten eerste, ik had het al aangegeven, een lange tijd geleden. Ten tweede, ik heb echt bizar veel games met hem gespeeld. Ik heb 1220 potjes met hem gedaan, 819 goals, 579 assists. Ik heb hem op allerlei posities gespeeld, hij was fantastisch. Maar het is tijd voor iets anders. En dat ga ik nu doen. Wat het ook is, een andere reden voor mij, en dat is de voornaamste reden... is het limiteert me met het maken van teams. Want zoals ik ook bij Hernandez zei, je krijgt het gevoel dat je bepaalde spelers constant moet gebruiken. En dat is niet erg. Maar na een lange tijd wil je wel eens wat anders. Dus, love me or hate me, dit gaan we gewoon doen. Als ik een dunne pack krijg, dan so be it. We krijgen dat gelukkig niet. Dat scheelt dan weer. Ik weet dat mensen dit echt super raar gaan vinden of irritant. Robben? We krijgen Arjen Robben, alright. Dat is nog in ieder geval, nou, is niet veel meer waard waarschijnlijk, maar het is alsnog leuk. Ik vind, voor mijn gevoel is dit een juiste keuze. En ik weet dat er mensen gaan zijn die het met me oneens zijn, dat is volledig terecht. Alleen, ik ga het hierbij laten. Ik heb maar 1 speler duplicates. Oh ja, natuurlijk, ik heb meeste zooi door SBC's heen gerinst. Ik verkoop nog even Robben en dan zie ik jullie zo. Right, Robben zal vrij snel verkopen, want zoals je kunt zien zijn er een paar, zeker nog eentje op dit moment, maar voor minder dan 25.000, 24.5. De mijne is fresh en staat erop voor 24.000. Dus die gaan we zo verkopen. Er zijn weer een paar coins rijker. We kunnen makkelijk de aankopen financieren die we willen doen. Als jullie denken, je kan toch beter Versaico nemen in plaats van Sergio Roberto... Laat me dat dan vooral weten. Als jullie dat overtuigd van zijn dat dat zo is, dan ben ik daar natuurlijk zeker benieuwd naar. Ik sta open voor het proberen van alles en nog wat. Ik heb het gevoel dat de 4-2-3-1, en ik merkte dit weekend eens te meer, het is niet voor mij. Het is gewoon niet mijn formatie. En dat is hoe het is. Ik weet dat mensen echt me enorm retarded gaan vinden vanwege het feit dat ik dus Del Piero heb ingeleverd. Maar zoals uitgelegd, had ik het gevoel dat na zoveel potjes en... bij het maken van teams wat de juiste keuze is. Ik heb sowieso nog Casemiro. Misschien krijg ik die ook wel in mijn tweede La Liga team season. Zou geen probleem zijn. Nepente speelt dit. Ik weet persoonlijk niet of dat chill speelt. Het is meer een iets verdedigendere versie van de 4-4-2 natuurlijk. Omdat je... de spelers die normaal CM zouden zijn, kun je CDM instructies geven. Zoals Godpassing, Nate en Manmark. Misschien is dat wel fijn. Misschien ook niet. Ik kom er vanzelf wel achter. Laat me even weten wat jullie nog met mijn team zouden doen. Met mijn club. Ik zal letterlijk wachten met keuzes maken, aankopen doen. Totdat deze video live gaat vandaag. Omdat jullie keuzes daadwerkelijk belangrijk zijn. Als jullie examens hebben, al voor de paar mensen die van jullie. Alle succes. Blijf vooral kalm.
Ik kan uit ervaring zeggen dat stress maakt je leven niet beter, ook niet aangenamer. En zeker niet in de tijd van examens. Je kunt het wel, je bent ook op dit punt gekomen, dan kan je dit ook. Laat me vooral, hou me gewoon op de hoogte van hoe het met jullie gaat, welke je nog moet, hoe je huidige tentamens ging, of examens natuurlijk. Ik ben er benieuwd naar, weet je. Jullie geven om mij vanwege de support die zullen jullie tonen en dan wil ik ook mijn interesse tonen in jullie. En dan zie ik jullie hopelijk morgen weer bij een nieuwe video. Joe.